bij Herenveen loopt nu namelijk een middenvelder rond en die is onmogelijk om te haten. Dat is namelijk een jongen die is geboren en getogen in Sneek en zijn grootste droom als jonge voetballer was om door te breken bij SC Herenveen. Enige droom die hij had als jongetje. Ik heb het over Michel. Over Michel Flap. Juist. En die is fantastisch in vorm. Speelt al wekenlang de pannen van het dak bij Herenveen en vandaag was hij echt Geweldig. Ik heb echt genoten van hem. Een schitterende eerste goal. Dribbelt door de 16 heen en wipt hem over de uitkomende keeper heen. En zijn tweede goal was nog veel mooier. Met een ouderwetse lop. Zoals. Stift. Ja, ik vond het een stift. De, de supporters van van Heerenveen kennen de tijden van Gerald Cibon nog wel. Die was ook <laughs> ja. de koning van de lob en de stift. En uh, met Michel Flap is er gewoon uh, die jongen. Die, je kan hem niet haten. Het is zo'n sympathieke jongen. En als hij ook nog zo voetbalt elke week, dan is. Maar echt, we hebben uh, hem al behandeld uh, als als van Schiphol met Camilleon. Ja, ja. En nu is hij ook nog linkspoot. En, nou, ik heb het genoten van Michel Flap. echt, echt een schitterende wedstrijd.